Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is tijd voor de maandelijkse favoriete video en ik laat jullie de favoriete van mij zien. Ik hoop echt dat jullie geen last hebben van het langstrijdende verkeer. Ik hoor het zelf heel erg goed en ik hoop eigenlijk dat de video niet zo goed hoorbaar is. Het is vandaag super warm, dus ik ben echt genoodzaakt om de ramen open te zetten. Dus ja, dat is gewoon echt eventjes iets waar ik niet van uitkom. Dus sorry als jullie daar heel veel last van hebben in ieder geval vast. Ik heb best wel een mand vol. En ik moet er een beetje voorzichtig doen, want er zijn allemaal vier producten die er weer tussen die gaatjes doorgaan. En ik heb een aantal losse producten. Ik zou zeggen, laten we snel beginnen met de video, want het zijn best wel veel producten. Veel plezier met kijken. Ik ga het gewoon een beetje random uit de mand pakken en laat ik daar gewoon maar mee gaan beginnen. Ik heb als eerste hier een paletje van W7 en dit is een paletje uit de Naughty 9. 9 Naughty Shade of Eye Color. Ik heb de kleur Arabian Nights. En dit paletje lijkt denk ik heel erg op paletjes van MAC. Qua vorm. Hier kun je even de kleurtjes zien. Het zijn echt hele mooie kleurtjes. Het zijn heel gepigmenteerde oogschaduws die hierin zitten. Ik vond het ook wel heel erg leuk. Want zo'n soort paletje is gewoon best wel een mooi formaat. En ik vond ook de vorm gewoon heel erg leuk. En de oogschaduws hebben gewoon veel pigment. Je kunt er hele mooie looks mee creëren. Dus ja, ik vind het echt wel weer een heel mooi paletje van W7. Dan heb ik deze blushbal van Essence en dit is de kleur Strawberry Candy 030. En dit is een product die februari nieuw is gekomen. En het hele fijne aan dit product is dat het een poedervorm is. Normaal zijn dit soort producten vaak een beetje toch vloeibaar. En dit is een poedervorm. En dat vind ik echt super fijn. De bal heeft echt super veel pigment. En je hoeft hem echt maar, nou ja, één keer of twee keer langs je gezicht te halen. Zoveel kleur komt er dan al vanaf dat je hem echt goed inblendt. Ik vind dit echt een heel fijne blush. Ik vind dit echt wel een topper. Helemaal voor zo'n blushbal. Dan heb ik een... Dan heb ik een W7 eyeliner. Dit is de Eye Captain Very Black Liquid Eyeliner. En het hele fijne aan deze eyeliner vind ik ook dat hij dus echt wel intens zwart is. Maar ook het puntje. Het is echt een heel fijn puntje dat er aan zit. Hij beweegt niet zo mee. Je kunt er gewoon hele strakke lijnen mee trekken. Je kunt er gewoon echt heel precies mee werken. Dat vind ik heel erg fijn aan een eyeliner. En dat heeft deze eyeliner zeker. Zoals je kunt zien is het handvat best wel lang. Dus je hebt ook goede grip erop. En dat vind ik heel fijn. Dan heb ik vier lipsticks van Essence. Allereerst is dit de Velvet Matte. Dit is nummer 7. En dit zijn van die matte lipsticks. Ik vind de kleur echt super mooi. En ik had deze in meerdere video's voorbij zien komen. En ik was eigenlijk toen al heel erg enthousiast. Dus ik besloot om ze zelf ook te kopen. En ik vind de kleuren gewoon super mooi. Ik hou heel erg van matte lipsticks. En ja, ze dragen verder prima. Dat vind ik echt heel erg fijn. Dan heb ik ook de nummer 8 uit de Velvet Matte Collectie. Deze draag ik nu toevallig ook op mijn lippen. En die ziet er dus dan ook zo uit. Ja, eigenlijk precies hetzelfde als de andere versie. Het is gewoon een hele fijne lipstick. Ik vind de kleuren gewoon heel mooi. Ook wat subtieler, niet zo heel erg opvallend. Gewoon, ja, kan ook voor dagelijks. Dan heb ik twee lipsticks uit de... Even kijken hoor, welke collectie dit is. Als dat erop staat. Volgens mij de Longlasting collectie. Dit is de kleur Get the Look. Dit is nummer 20. En dit is echt een heel mooi roze kleurtje. Echt een beetje Barbie-achtig. Ik vind de kleur echt heel erg mooi. Ze zijn niet echt heel erg long lasting. Je moet ze echt wel
weer een beetje bij je werken. Maar goed, weet je, zo'n lipstick is ook niet zo duur. Dus ik denk ook niet dat je moet verwachten dat het een hele dag blijft zitten. Maar ik ben wel heel erg enthousiast over de kleur. En dan heb ik ook nog de kleur 1 Coral Calling. En ik was echt op zoek naar een koraalkleurige lipstick. En die heb ik dus gevonden bij Essence. Dat is deze. Hij oogt op de camera een beetje rood, maar dat is hij echt totaal niet. Het is echt een hele mooie koraalkleur. Daar ben ik echt super blij mee. Dan heb ik 2 getinte lippenbalsems uit de Catrice collectie. En dan moet ik het even goed zeggen hoor. Ik begin even met deze. En deze, dit is de Ultimate Lip Glow. Er staan geen kleuren op. Maar het is wel heel grappig, want hij ziet er zo echt heel oranje uit. En hij geeft gewoon een heel subtiel roze kleurtje. En verzorgt de lippen heel fijn. En ja, ik vind het altijd ook fijn als er een kleurtje in zit. Het is echt een heel fijn product. En dan heb ik ook de, ja, dit is dan weer de Tinted Lip Glow Balm. Ja, ik vind eigenlijk beide producten heel erg op elkaar lijken, maar de namen zijn anders. Deze ziet er roze uit. Zoals je kunt zien is deze ook niet doorzichtig als de andere variant. En deze, ja, heeft eigenlijk precies dezelfde eigenschap. Geeft ook een mooie lichte, subtiele kleur af en verzorgt. En ja, het zit gewoon heel erg fijn. Vooral als je ja, een beetje droge lippen hebt en je wilt eigenlijk verzorging, maar je vindt het kleurtje ook mooi, vind ik deze product gewoon heel erg geschikt. Dan heb ik 3 gel lakjes uit de Essence collectie. En ik heb hier al wel eens eerder over verteld dat ik er eigenlijk niet zo enthousiast over was. Maar ik heb het idee dat de formule vernieuwd is, want het blijft tegenwoordig veel langer zitten in combinatie met de top en base coat. Dus ik ben eigenlijk van mijn mening veranderd en ik vind ze nu wel heel fijn. Ik heb hier de kleur 21, A Whisper of Spring. Het is echt een heel mooi paars kleurtje. Die vond ik echt super mooi. Dan ben ik over deze ook heel erg enthousiast. Dit is de kleur 12, Mandarin's Bay. Ja, ik was eigenlijk ook een beetje op zoek naar een koraalkleurige nagellak. Maar toen kwam ik deze tegen en deze vond ik er ook heel mooi uit. Die vind ik ook een heel leuk kleurtje voor van de zomer. En deze kleur, dit is een nieuwe kleur ook uit de collectie. En dit is de kleur 67 Love Me Like You Do. En ik vond hem alleen al vanwege de naam geweldig. Dus ik had zoiets, die vind ik gewoon heel erg leuk om in mijn collectie te hebben. Ik vind het liedje van Ellie Goulding echt geweldig. Dus ja, en de kleur is gewoon heel erg mooi. Vrij donker ook, ja. Gewoon, ja, wel echt een kleur wat bij mij past. Dan heb ik nog een oogschuimpaletten van W7. Dit is de 10 out of 10 Brows. En dit is een heel mooi paletten met bruine tinten erin. Veel pigmentatie ook. En ja, ik vind dat je hier hele leuke looks mee kunt creëren. Ik heb ook een andere variant, die heeft wat fellere kleuren. Maar ik hou toch wel van dit soort kleurtjes. Misschien als je vaak video's van mij hebt gezien, dat je dat inmiddels ook wel doorheb dat ik gewoon heel erg van dit soort kleurtjes hou. Maar ik vind het gewoon heel erg mooi paletten. Dan heb ik van Rimmel London deze liquid gel eyeliner. En het leuke is dat ik deze bij de Action heb gekocht. Yay! Ik geloof dat je bij de normaal gewoon bij de lokale drogisterij kost volgens mij zo'n gel eyeliner 10 euro. En ik was er echt wel heel erg lang benieuwd naar. Maar ja, ik vond 10 euro voor een eyeliner gewoon best wel veel. En toen vroeg ik hem bij de Action en dan kostte die 4 euro. Dus daar was ik gelijk heel erg nieuwsgierig naar. Ik heb hem gelijk gekocht natuurlijk. Een hele fijne gel eyeliner met een bijpassend kwastje. Deze zit er dan ook bij. Ik vind het echt een hele fijne gel eyeliner. Hij blijft echt heel goed zitten. Met het kwastje kun je echt heel precies werken. Moet ik wel zeggen dat ik ook van een aantal lezers te horen kreeg dat hun niet allemaal een even fijn kwastje hadden. Dus dat verschilt heel erg. Misschien is het kwastje ook anders als dat je dit setje bij de lokale drogist koopt. Dat weet ik niet. Ik heb wel eens vernomen dat de kwaliteit van deze producten iets minder is als je het bij de Action koopt of dat het bij een drogist vandaan komt. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of dat wel klopt. Dus daar kan ik ook niet over oordelen. Maar ik ben in ieder geval super blij met deze eyeliner. En dat voor 4 euro. Ik vond het echt een koopje.
Dan heb ik nog een aantal producten uit de Sensiblicity lijn van Catrice. Het is een limited edition die op dit moment in de winkel ligt. En daar hoort het oogschaduwpalet erbij. Lijkt ook wel qua vorm heel erg op het Naughty 9 oogschaduwpalet die ik je net liet zien van W7. Hele mooie kleuren zitten er ook in. Kun je wel hele leuke looks ook mee maken. Ik vond het wel een heel mooi paletje. Dan heb ik ook een nagellak uit die collectie. En dit is de kleur. Even kijken wat erop staat. Het staat er niet op. Ik zoek het even jullie op en dan zet ik het eventjes hieronder neer. Het heeft een heel fijn kwastje. De applicator is echt super fijn. Het ziet er echt heel apart uit zo. Maar dit is dus het handvat. En het kwastje is zo fijn. Ik heb echt, zelden zo'n fijn kwastje bij nagellak gezien. Dus daar was ik echt super enthousiast over. Ik vond de kleur ook super mooi. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi meegenomen. Dan heb ik ook de Eyeline Art Pen uit die collectie. Ook een hele fijne pen. Daar kun je heel subtiel mee werken. Zoals je kunt zien heeft hij een beetje een bobbeltjes punt. Maar het is echt een heel fijn product. Je kunt er gewoon heel strak en fijn mee werken. Hij is intens zwart en dat vind ik gewoon super fijn van een eyeliner. Het laatste product uit de collectie, dat is de lipstick. En dat is deze. En dit is gewoon in een rode kleur. Zoals je kunt zien is die best wel lang. Het is best wel een beetje apart opgebouwd. En ik was in het begin ook best wel bang dat hij zou breken bij gebruik. Maar hij breekt echt totaal niet. En je kunt er echt je lipstick super fijn mee aanbrengen. Dus toen was ik gelijk wel heel erg enthousiast. Dus echt een heel fijn product ook. Dan heb ik nog een oogschaduwpaletten en dat is dit selfie paletten. En ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hij verandert van kleur. Dit palet is van I Love Makeup. En dit paletten heeft heel veel kleuren. Er zit ook zo'n kaartje op met kleuren erop. Maar kijk nou eens even hoe mooi dit is. De pigmentatie is zo goed van dit palet. Er zit een hele mooie grote spiegel in. Oh, overblijven. Wat ik heel fijn vind. En je kunt er gewoon hele mooie looks mee creëren. Echt een super palet. Dan heb ik nog een oogschaduwpalet. En dit is ook gelijk het laatste product van mijn favorieten. Dat is dit oogschaduwpalet. Het chocolate palet. Dit is ook van I Love Makeup. En dit is het Naked Chocolate palet. En dit is echt ook zo'n mooi palet. Hier zit ook weer zo'n... Zo'n papiertje op met de kleuren en je kunt hier zulke mooie oogschaduw looks mee maken. Echt ook weer die hele fijne grote spiegel en het ruikt gewoon echt naar witte chocolade. Echt zo lekker. Ik ben hier echt heel erg blij mee. En dit is echt zo'n mooi product ook. Het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Echt geweldig. Dit waren mijn favorieten van mei. Er zaten best wel veel oogschaduwpaletten bij, zoals je hebt kunnen zien. Soms heb je gewoon zo'n maand waarin je gewoon veel oogschaduwpaletten test die je gewoon super mooi vindt. Dus ik wilde die sowieso wel heel graag met jullie delen. Ik wil jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je even gratis abonneren. Overigens, als je benieuwd ben naar de reviews van de producten, die staan allemaal op mijn blog. De link die staat in de beschrijving. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, kun je er altijd even een kijkje nemen. En ik zou gewoon zeggen, ik zie jullie heel snel weer. Doeg!